podcast. Een hele goede avond, deze avond. We moeten nog even een vlog maken, want het was op zich weer een hele speciale dag. En met goede vooruitzichten. En ja, met alles erop en eraan, toch best veel gebeuren. Nou, met mijn arm is inmiddels weer goed en mijn been is ook bijna genezen. Is alleen een lelijk lid tegengebleven. Dat wil wel. En nou ja, gisteren een goede uitslag met Radboud en verband met die fiets thuis. Dus dat mijn hart nog wel goed doet. Dus ik kan nog wel even mee. Dus ik kan ook nog wel een aardig spelletje meespelen, om het zo maar te zeggen. Maar met een fuckfeeling nou, dat is wel minder. In het ziekenhuis bij Brandenburg kreeg ik altijd bij mijn internees en zo, en bij de Carlijn, bij de consulenten, ik kreeg altijd gewoon condooms. Dus je vroeg Carlijn, ik neem wel condooms mee. Ja, is goed, gewoon pak maar, weet je. En dan kon ik daar gewoon een hele handvol condooms kon ik daar meenemen. Dat was heel normaal, ik kreeg het gratis. Maar dus sinds gisteren zei ik van we kunnen die in de toekomst niet meer gratis gaan verstrekken. Want mensen maken misbruik van hun nummer. Ik zeg, ja, maar ik zie dat die dan een paar in de schaal hebt liggen. Ja, dat klopt, zei ze. Zeg, ze pak dan maar een paar. Dus, oh nee, natuurlijk gratis, ja. Ik neem er nog wel even voor de komende tijd wat mee. Maar ik zit met een ander probleem, een heel ander probleem. Kijk, mijn hart gaat nog goed. Ik heb mijn middelen, mijn hartpompje, mijn luchtpompje, mijn antibiotica over mijn been. Dus het gaat nog goed. Mijn condooms heb ik. Maar een ander probleem is, en ik wil geen illegale dingen meer doen. Ik zit hier met die camera's. Ik weet niet of ze verboden zijn of wat dan ook. Ik heb, ik ken die strippen, nou ik ken ze in deze, dus die camera's. Maar ik ken ze ook in verschillende kleuren, met verschillende smaken. Maar ik weet niet of het legaal of ideaal is. Misschien dat iemand van de kijkers me daarom een tip kan geven. Want ik wil natuurlijk niet straks vastzitten dat ik op het hok zit voor een voor erectiepillen verkopen. Want en, ja. Dat zie ik ook niet zitten. Dus, bij deze. Wie weet of dat illegaal is. Volgens mij kennen dat bijna niet. Want ja. Bij de dokter moet je 7,5 euro betalen voor 1 Viagra. En dat zijn dan camera's, maar dat is dan, ik was ik geloof, 10 euro een strip. Maar ik moet weten of het legaal is. Ik wil geen illegale dingen meer doen. Maar wat dus zo positief is, wat ik wilde zeggen. Ik heb dus vandaag. Zaterdag was ik met een maat in het centrum en daar heb je tegenover de Albertijn heb je dat MFC, dat het oude gymnasium gebouw, waar nou alle junk zitten en dat soort dingen die mogen daar roken, gebruiken, alles, etcetera. Maar ik loop daar gewoon aan de buitenkant langs die poort en zo, gewoon de straat het vervolgen verder. Ik ben er nooit geweest, ik kom nog niet of wat te doen. En er was iemand van orde en toezicht. Die was die plantenwater te geven en die spoot mij nat met mijn vriend. En ik zeg, ik weet niet of je weet, ik zeg maar, je bent mij nat het spuiten. Ik zeg, zou je misschien beter op die planten kunnen rippen? Wat moet jij? Je moet niet zo'n grote bek hebben, denk je aan wat je bent? Ik zeg wie ik ben. Ik zeg, dan zal ik je even laten zien wie ik ben. En mijn maat had toevallig een klapmes bij zich. Dus ik voel mijn klapmes, dus ik loop wel het terrein op, 3 meter maar. En ik pak de tuinslang van hem en ik sleng hem zo die tuinslang doormidden. En er stond hij dan zonder water. En dan ben ik weggelopen met die maat van me, verwachtend hem natuurlijk dat de politie kwam. Maar ik had niks verkeerd gedaan, ik had hem vriendelijk verzocht of hij niet de mensen de nat wilde spuiten. En slijm, maar had hij geen camera's gehad die dag met zijn vrouw. Dus,
Maar ja, goed, er stond daar geen water meer en niks. En verder heb ik er ook niks van gehoord. Maar ik moest dus de rayonmanager hebben. In verband met een bekeuring die ze niet betaald hebben, waar ik daar eens eerder over heb gehad in een vlog. Dat ik heb ooit een boete gekregen van 99 euro voor dat rode licht rijden op de fiets. Maar let wel, ik was verplicht volgens mijn bijzondere voorwaarden van justitie om in het budgetbericht te zitten. En die man nam ook die receptie hier ondertekenen. Ik zal zorgen dat betaald wordt, want zei hij. 6 weken daarna kreeg ik de eerste aanmaning. Ik zeg, je zou het ook betalen. Ik zeg, hoe kan ik dan een eerste aanmaning krijgen? Nee, als je betaalt, zeker weten we het. 6 weken na, 2 volgen weer, was het 465 euro. Maar goed, hoorzittingen gehad. Ze zaten met 8 man bij elkaar en noem maar op. En ik had nog 1 nummer van Iris ook in mijn telefoon staan vandaag. En dan stond, er stond dan bij, ha, puntje, puntje, R, Iris zorgen. Verder zal ik niet zeggen. Dus ik bel, en wat schetst mijn verbazing, ik krijg gelijk Ingrid, piep, aan de lijn, de rayon manager. Dus ik zeg heel vriendelijk, ik zeg goedemiddag mevrouw, piep. Ik ken hem waarschijnlijk nog, Ron Schoenveld. Ik zeg, we hebben toen die hoorzitting gehad, et cetera, et cetera. Ik zeg, en nou gaat het CIB gaat mij dreigen dat ze mij 3 keer kunnen gijzelen voor het bedrag. En dan moet je dat snel betalen. En dat is ook zo. Ze kunnen je 3 keer gijzelen voor het bedrag en dan moet je dat snel betalen. Maar ik zou het verplicht in budgetbeheer van justitie en hun toen het vervolgens niet betalen. Dus zo zot is het. En het is echt zo. Ik kan alles laten zien. Ik heb alles wel weer. Dus, en ze was heel vriendelijk. Ik zeg, en daar komt nog eens bij. Ik zeg, ik was zaterdag in de stad met een maat van me. Ik zeg, en toen was iemand veroordeeld in toezicht. Die was daar bij het MFC, was hij alles nat het spuiten. Omdat ze droog was geweest en alles. Ik zeg, en vervolgens spuit hij mij. Nou, ik zeg, ik liep er gewoon toevallig langs, omdat ik die kant op moest. En ik zeg fatsoenlijk tegen hem, ik zeg, meneer, zien jullie niet dat hij de mensen nat bent te spuiten? En dan zegt hij tegen mij, hoor, moet jij daar maar denken, wat je bent, die grote man, noem maar op. Zeg, wat blief? Zeg, jou eens even laten zien wie ik ben. Dus ja, ik pak dat ook al door, maar ja, dat is hoe ik ben en wie ik ben. Ik heb gewoon het recht in eigen handen genomen en ik heb zijn tuinslang hebben neer. En toen had hij niks meer te spuiten. Ja, op een andere manier, maar niet meer met zijn tuinslang. Dus dat heb ik het ook verteld. Ik zeg, ik ken die beveiliger verder niet. Ik heb hem ook nooit op de huldiging zien. Ik weet ook nog niet meer wie het is. Ik zeg, maar dat wil ik u wel even meegeven. Ja, meneer Schoenveld, hoe zat dat ook weer met die zaak en zo? Want ik weet het ook niet meer precies. Ik zeg, mevrouw Hendricks. Ik zeg jullie, oh shit, mevrouw Ingrid, bedoel ik. Ik zeg, u krijgt nooit laagzaken. Ik zeg, dan krijg je er 5 bij 1 persoon. Ik zeg, en 2 heb ik er al van gewonnen. Ik zeg, en uiteindelijk moet ik dan ook nog eens gaan zitten voor fouten die jullie hebben gemaakt. Doordat ik ook nog door justitie daar moet zitten. En ja, ze gingen zich inleven en noem maar op. Ik zeg, nou, ik heb voor de zekerheid, heb ik zelf vorige maand 50 euro aan het CIB betaald. Dat ze wel zien dat ik wil betalen. Ik zeg, maar meer dan 99 euro, u gaat deze man niet betalen. Ja, ik laat het van me horen, ik ga het overleggen. En noem maar op. Dan komt het volgende. Dus ik bel die voorzitter op. En die is van een gerenommeerd advocatenkantoor, raadhuisadvocaten, de heer Koekenbakker, die was voorzitter toen. En er zijn opnames, bandopnames van gemaakt van die hoorzitting, waar ze met 8 man bij elkaar zaten en ik in mijn eentje. En ik zeg tegen die heer Koekenbakker, ik zeg, luister, misschien kent hij me niet meer, maar ik ben de heer Schoenveld, ik heb toen die hoorzittingen gehad in Arnhem met Iresol. Ja, mijn heer Schoenveld, daar kan ik u niet bij helpen. Ik zeg, luister, ik wil graag die bandopnames zien, hebben die toen zijn gemaakt. Nou, zegt hij, dan moet ik bij de raad van bestuur zijn van Iriszorg. Maar ja, die heb je uiteraard niet meer. Dat is 1 is 2, dat is nog niet. Maar
In ieder geval heb ik uit die vervolgens neergehangen. En ik ben nu met mijn eigen advocaat bezig, een nieuwe advocaat trouwens. En ik leid mij een hele goede. Want ik werd vorig jaar werd ik op mijn verjaardag door iemand bijna met een hamer in mijn kop geslagen. Komen 4 politieauto's komen eraan. En dat was op mijn verjaardag ook nog. Ik trakteerde jongens onder een krat bier. En dan komt een zo'n gek. Ik zag het kantoor, komt zo'n gek. Frank Balvers heet hij. Die komt kantoor en zegt, ja, als jij mijn zoon nog eens drugs gekookt, heb je een probleem. Ik zeg, wat zeg jij, je idioot? En ik ken zijn zoon, die is 25, Ryan, ik heb hem ook op app, noem maar op. Dus ik zit aan het kantoor, ik app Ryan meteen. Ik zeg, hey, Ryan, die val ik bij jou, komt hier naar binnen. Die zegt van dat ik jouw drugs heb verkocht en dat jongen allemaal. En die appte toen meteen, ook wat personeel bij was en zo, van Ron, we weten allebei dat het niet zo was. Zegt hij, sorry, maar rekenen met personeel, ik zie hem ook liever dood. Dus een eigen zoon zegt dat, van ik zie hem ook liever eens thuis dood liggen. Dus het zegt zijn eigen zoon. En toen wil hem dus met een arm de hersenen inslaan. Er komen 4 politieauto's. En dan zegt hij tegen mij, zegt hij, meneer, wil u aangifte doen? Ik zeg, wat denk je zelf? Ik zeg, als ik dit had gedaan, zag ik me over 20 jaar vast. Ik zeg, die kat binnen een hamer halen, die binnen mij de hersenen inslaan met een hamer. Ik zeg, dat is poging tot moord, meneer. Ik zeg, tuurlijk doe ik aangifte tegen die hufter. Ik zeg, laat me hier niet bij die gekken allemaal, waar ik ook nog moet verblijven door justitie. Laat me toch niet de hersenen inslaan. Nou ja, wat gebeurt? Ik ben verder bij een vriend van mijn verjaardag gaan vieren. Ronnie kwam om 1 uur s'nachts thuis en ik had zo'n bij een krat bier had ik zo'n messenslijper gekregen waar je niks mee kunt doen. En ik denk even een grapje maken, dus ik deed dat ding allemaal normaal. Maar ik ga naar zijn kamer, ik klop, ik laat hem dat dienst en ding zo zien, weet je. Hij sloeg meteen die deur dicht en nou, ik ga gewoon naar bed. En weet je, klop. Ja, 4 man politie, 2 man beveiliger. En wie werd gearresteerd? En Ronnie. Ik kreeg 2 weken gevangenisstraf daarvoor. En ik kreeg laatst een brief, want dat mijn zaak, jegens hem, niet verder werd onderzocht. Nou kan ik een artikel 12 procedure starten, maar dan moet je eerst een bezwaar aandienen bij de officier van justitie, bij het Openbaar Ministerie. En dan kun je pas artikel 12 procedure, dat ze je moeten onderzoeken. Maar daar zijn getuigen van, daar zijn 5 getuigen van notabene. En dan werden ze niet verder gaan met onderzoek. Dus dan heb ik met mijn nieuwe advocaat een brief geschreven. Maar mijn nieuwe advocaat zegt, waarom zegt, hou er rekening mee. Ik heb dat laatst ook gehad. Dat kan zeker 3 maanden duren voordat er bezwaar pas is gegrond of verklaard. Nou, ik heb 3 weken daarna heb ik binnen dat hij nou als verdachte wordt gehoord. Dat de getuigen opnieuw gehoord worden en noem maar op. Nou, hij stond een slachtofferverklaring in de rechtbank, stond hij voor te lezen dat hij trauma's had van mij. Omdat ik een mes, gewoon zo'n messensleper, zo'n rond ding waar je niks mee kunt. Maar ik gewoon dat laten zien. Ik heb niks gezegd, niks gestrijkt, helemaal niks. En dan word ik voor gepakt, krijg ik 2 weken voor. En hij komt met een hamer, smijt mij de hersens inslaan en wordt niet onderzocht. We hebben geen mensen voor die zaak en noem maar op. Dus nou moeten ze wel en nou worden ze gehoord en nou gaan die andere getuigen gaan natuurlijk ook benaderen. Want als hun en hem zijn voordeel gaan verklaren, dan plegen ze mijn eed en dan zijn ze ook met een half jaar toch wel zoet. Want er hangen wel camera's. Ze hebben gezien dat hij naar binnen is gegaan, een hamer heeft gepakt en vervolgens naar buiten is gekomen om mijn hersens in te slaan. En die zaak die loopt lekker nou en ik zal me gelijk krijgen. Ik ben wel stijf lustig, hoeveel heb ik nou 1,5 maand even een kutmaand gehad. De tegenslagen, autoweg, fietsweg, telefoon, allemaal shit en zo. Maar ik ben wel stijf lustig, nou ik ben mijn lichaam, mijn doet er weer, mijn arm doet er weer. Ja, de rest, ja, ik zal niet TMI, too much information, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval,
Ja, dat is dus positief. Alleen, ik wil die bandopnames hebben van die hoorzitting. Want dat was het mooie. Hun waren allemaal naar woorden zoeken voor hun eigen leugens te camoufleren. En ik kon gewoon adequaat elke keer meteen antwoord geven. Ook toen die heer Koekenbakker kwam binnen en dan zegt hij, meneer Sunf, wat heeft er bezwaar op tegen dat er bandopnames worden gemaakt van je zitting? Ik zeg, ik niet. Ik zeg, met de heer Ton Verbeek van Budgetbeheer misschien wel. Maar de tweede keer dat ik met hem sprak, wou ik het ook op telefoon opnemen. En dan was hij pertinent tegen en hij flipte helemaal uit, noem maar op. En toen begon hij te lachen, die heer Koekenbakker. Die dacht, dat kan leuk worden. Nou ja, nou schijnt hij het minder leuk te vinden, de heer Koekenbakker. En het zijn dan advocaten, van raadhuisadvocaten. Die moeten juist voor het recht zijn. Ze hebben... Elke vijf van die klachten hebben ze gezien dat ze liegen waren en hebben ze de bewijs, alles noem maar op. Ze is zo duidelijk als maar wat. En mijn vorige advocaat zei nog, Jezus, God, wat heb jij even meegemaakt met die instanties, hè? Ik zeg, heb je dat in de gaten? Maar ik dacht dat hij het gehoord had van die man of dat die opnames had gehad en zo. Maar ja, bleek dus dat dat ook een advocaat was, die heb Koekenbakker. Maar ik ga nou weer vechten, ik ben wel bezig. Ik ga weer vechten en ik ga me gelijk krijgen. Ik ga niet twee weken voor iemand de baas in weer. Omdat die mij de hersens willen inslaan. Dat gaat niet gebeuren. En als het toch moet gaan gebeuren. Ze kennen hem. En de mensen die me kennen. Chapeau. Maar... Graag zou ik dus even van iemand willen weten of die camara's, die neukpillen, een heel erg vraag naar is. Iedereen wil ze hebben. Maar ja, dat snap ik als je voor 4 jaar 7,5 euro bij de dokter betaalt. Ja. Maar godverdomme, ik krijg geen condoom meer gratis bij het ziekenhuis of fikke kut. Maar ik heb een. Zes. Oh, ik heb voorlopig nog even gevraagd. Het is niet zo dat ik natuurlijk elke week ligt en uit, want ik heb hartproblemen, ik ben hartpatiënt, weet je nog. Het pompje voor onder de tong. En mijn jointje, het houdt mijn hart rustig. Maar gasten, dat met betrekking tot filmpjes voor verdwijnen, en ik zie ze wel bij vrienden en alles. En ik ga wel vechten. Ik heb mijn vechtmentaliteit weer terug. Want ik heb ongelukjes gehad de laatste tijd. So be it. Life goes on. Laat ons. Fijne avond.